We staan hier in het nieuwe distributiecentrum van Bitfood, waar we in 3 dagen tijd kerstpakketten aan het inpakken zijn voor de voedselbank. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met Riedel, die hier ook in Ede gevestigd is. En gisteren met een aantal andere partijen zijn we druk in de weer om in 3 dagen 18.000 kerstpakketten in te pakken voor de mensen die het in Nederland heel erg nodig hebben. En de reden is natuurlijk dat het een heel mooi doel is, zeker met de kerstgedachte. En daar dragen we graag ons steentje aan bij. Dus we gaan morgen met een 60-tal mensen hier ook helpen. En ook wat producten natuurlijk vanuit Riedel aangeleverd. En we hopen dat de mensen dan nog een fijne kerst beleven. Goed doel, hè? Ook de dozen. Dat moet ook gebeuren. Nou, we zijn vanochtend om 8 uur hier begonnen. En we doen het in 3 shifts. Dus er zijn 3 groepen collega's. In totaal 120 op een dag. Die hun steentje bijdragen. Nadat wij de pakketten hebben ingepakt, dan worden ze verdeeld over een aantal distributiecentra van voedselbanken. En die gaan ervoor zorgen dat het in heel Nederland bij de juiste mensen terecht kan komen. Nou, ik heb net vandaag de nieuwjaarsspeech ingesproken voor Ede TV. En daar heb ik het gehad over omzien naar elkaar. Van je moet elkaar proberen te helpen. En wat je natuurlijk hier achter mij ziet, is omzien naar elkaar. Bitfood en Riedel, Edese bedrijven, die ervoor zorgen dat mensen die bij de voedselbank terecht moeten, dat die een kerstpakket krijgen. Zoals je misschien ziet, is de sfeer geweldig. Echt collega's onder elkaar van verschillende afdelingen zijn druk bezig de pakketten te vullen. En eigenlijk wel een lekker kerstsfeertje hier nu. Het is niet alleen, denk ik, wat erin zit, maar het is ook gewoon de aandacht die je geeft. En dat bedrijven dat gewoon doen en de mensen hier dat vrijwillig staan te vullen. Ja, dat vind ik echt geweldig. Mijn neiging is om mee te gaan doen. Ja goed, ik doe dan weer andere dingen. Ik begin me bijna schuldig te voelen. Maar dit is natuurlijk het echte omzien naar elkaar.